Yo, wist van jullie lukt het? Kijk naar de allereerste aflevering van Survivalcraft hier op mijn kanaal. Ja jongens, het is zover. Eindelijk, een serie waar ik zo en zo lang naar heb uitgekeken. Survivalcraft. Yep. En we zijn hier in Spawn. Spawn, oké. Okay. Wat een mooie sneeuw, mountains. Wat is dit? Plotkoop. $100,000. Oké, okay. Dat is aardig goed. Koop, maar ik weet. Ik ga er niet inspringen, maar dan kom ik er waarschijnlijk niet meer uit. En dan moet ik helaas even doorgaan om. Wat ik wel even ga doen is, ik moet even mijzelf die oppen, want ik denk dat ik. Sorry, jongens, voorbereiding. Want de surf is vandaag pas officieel klaar. Ik ben de eerste persoon hier die een aflevering mag maken op deze Survivalcraft server. Ik heb meegeholpen aan dit. Dit is mijn server, dus ik heb hier meegeholpen. Plotkoop. $100,000. Oeh, met een gratis koe erbij. Oeh, we krijgen een gratis koe. Ik weet niet hoe die koe hier komt. Hallo meneer de koe. Oh. I can't harm it. Kan ik die kist openen? Oh, ik kan de koe dus niet. Ik kan de koe niet door, jongens. Nee, daarom moet ik even die open. Nou, dan kan ik dat wel doen. Oké, ik kan niks kapot maken hier. Kijk maar. Oh. Dit is een grote plot. Kost $150,000. Maar laten we eerst even teruggaan naar de grote borden die hier staan. Gaan we even rustig de borden lezen. Welkom op de Survivalcraft server. Oké, info. Welkom op spawn. Dit is spawn. Hier spawnen wij op. Je kunt dus bekomen met slash spawn. Nou, gaan we even testen. Slash spawn. Ja hoor. Perfect. Oh, allemaal vuurwerk en zo. Oh, nice. Spawn bevat onder andere een shop en plots die je kan kopen. Ja, de plots hebben we gezien. En de shop zal. De shop is aan die kant, maar ik heb dit allemaal gezien. Ik heb het meegebouwd, dus ik weet eigenlijk waar het is. Beschikbare commands. Slash home. Dat betekent dus dat wij home mogen gebruiken. We mogen één home gebruiken. Dus we mogen ons gewoon als wij huis gaan bouwen. Gaan we met slash home naartoe. We mogen niet meerdere homes gebruiken. Slash warp hebben we natuurlijk. En slash warp die we kunnen gebruiken is slash warp temples. Nou, deze warp. Warp naar deze warp. Voor de eerste twee tempels. De andere tempels moet je zelf vinden. Oké. Okay. Ik heb de tempels gezien. Ik heb de tempels gebouwd. Meegeholpen met bouwen. Maar ik weet niet precies waar ze liggen. Nee, ik weet dat de. Ik weet niet precies waar ze liggen van de spawn. Dus die moeten we gaan zoeken. De eerste tempels kun je hiermee naartoe teleporteren. Simpelweg omdat ze. Even kijken. Wij zijn hier precies op ongeveer. Ja, ongeveer op 0-0. Dus daarachter ligt precies 0-0. En de andere tempels liggen. 1500 bij 1000 blokken hier vandaan. Dat is heel erg die kant op volgens mij. Het wordt nacht. En zoals je ziet, ik heb mijn Optifine, een Moody staan. En dat hou ik het hele seizoen zo. Dus bij mij gaat het een beetje een oranje gloed krijgen. Ik vind het een beetje te oranje. Dus ik ga hem toch ietsjes. Ik zet hem op 25%. Ietsjes minder oranje. Er zijn 5 tempels verborgen in de wereld. Ja, deze worden elke 24 uur bijgevuld. Die worden alleen bijgevuld natuurlijk wanneer ze verslagen zijn. Wanneer je de mob verslagen hebt en de loot gepakt hebt. Dan worden die verslagen. Oké, hier heb ik gehad. Oh, hier is nodig. Update list. Tempel toevoeging. Tempel upgrade. Toevoeging van 2 mini tempels. Begin mei. Ja, dat is de eerste tempel update die komt. Er zijn al 5 tempels. Er zijn easy tempels. Oftewel makkelijke tempels. Qua moeilijkheidsgraad. Er komen er 2 bij. Die moeten nog gebouwd worden volgens mij. Dan gaan we voor een paar weken worden die pas gebouwd. Nadat iedereen op de server een beetje gesetteld is op zijn plekje. En dan worden er 2 mini-tempels bijgezet. En aan het einde komt er 1 legendarische tempel. Net seizoen 1. Ja, een legendarische tempel. Die mag iedereen 1 keer gaan slaan. Ja, of 1 keer gaan looten. En dat zal ook mijn finale zijn. Maar daar praten wij pas over 100 afleveringen verder of zo. Je ziet hier nog een botje. Server gemaakt door Westfall. Ja, ik ben de eigenaar van het server. Ik heb hier meegebouwd samen met de building crew. Boom 84 staff. Zit ook met de building crew. Is een van de personen die hier heel goed aan heeft meegeholpen. Dank aan Freeze Hosting, die is deze server host. En veel spelplezier. Speelplezier. Oké. Okay. Okay. Shop is de zes kanap. Nice. Oh, een klein vijvertje. Oh, ik kan een beetje met eentje spelen. Nee, er zijn geen eentjes in deze. Dit is geen modpack. Oké, dit vind ik mooi, hè? Kijk, dit is mijn 3D textpack. Dus, swamp. En kijk, er zitten koeien in de boten. Dat vind ik zo mooi. Ik weet niet of het een 1.9 ligt, maar ik zag dit toevallig laatst. We gaan even naar beneden.
Dit is een trap waar je naar beneden kan lopen. Ja, dan gaan we straks af. Dan gaan we beginnen met minen. Deze aflevering gaat langer duren. De eerste twee afleveringen duren langer dan normaal. Ja. Dus we zijn hier maar beneden. En ik wil het jullie toch even laten zien. We kunnen niks openen. We kunnen ook geen crafting tables gebruiken. Dat kan dus allemaal niet. Dus die koeien zitten in de boot. En die kunnen er niet uit. Die zit ook in de boot. Ik begrijp het niet. Ik begrijp dat echt niet. En uiteindelijk hier kunnen we hier een bootje pakken? Of kan het niet? Oh, dat kan wel. We kunnen wel een bootje pakken. Ik dacht gewoon dat we kunnen hier niks breken en zo. We gaan dan even naar deze kant van spawn toe. Ik zag hier wel een zombie. Zombie? Oh, hij zit daar. Oké, nice. We gaan dus helemaal mee naar boven lopen. Dus dit is de spawn. Voor mij zitten we hier ongeveer op 0-0. Ja, ongeveer. Dus dit is het midden van de wereld. Dus als wij ooit spawn kwijt zijn... Ja, we kunnen 6 spawnen met slash spawn. We kunnen naar spawn gaan, dus het maakt niet uit. En we kunnen altijd... Als we een keer de weg kwijt zijn, kunnen we zien hoe ver zitten wij van 0-0 in deze wereld af. Want dat is spawn. Dit is spawn toren. En we gaan naar deze kant toe, want deze kant is de shop. Dus aan deze kant van... Oké, ja. Daar staat op shop. Want mijn textpack gaat een beetje daar doorheen. Oeh, nice. Mooie fontein en zo. Oké, dit zijn ook plots die gekocht kunnen worden. Ik kan er niet in ofzo. Nee. Maar dit kan gekocht worden en dit zijn 50.000 per plot. Ik heb 3D textpacks, dus zie je dat niet. Nee, daardoor. Maar ik ga vragen of ze hier een potje voor kunnen zetten. Wat makkelijker is. Dus deze kun je kopen. Misschien, ik heb eigenlijk wel idee om ooit een van deze twee te kopen. Oké, ik kan hier niet naar binnen ofzo. Ik wil een van die twee graag kopen. Ja, want ik wil uit mijn blik een casino maken. Dus hier is dus je shop. We zijn naar boven. En we zijn dus bij de shop aangekomen. Hier kun je dus alle dingen kopen. En de chest, $1500. Sugarcane. Allemaal vlees. Dat is handig vlees en zo. Allemaal soorten blokken die je in de onderwatertempels kan vinden. En het belangrijkste. Ik hoor een zombie. Maar ik heb geen idee waar die is. We kunnen een iron ingot verkopen voor $20. Een colt voor $50. En dan hebben wij de lapis en redstone 10 stuks voor $60. Diamond voor $150, een emerald voor $150 en 32 kool voor $50. Dit is onze hoogste manier van inkomen. De beste manier van inkomen. Om dat zomaar te zeggen. We gaan eens even, wat is hier? Er is niks. Ik hoor hier een zombie. Hoe kan ik hier naar binnen? Wat zit hier? Oh, er zit hier helemaal niks. Wat is dat? Die zombie vliegt. Die zombie vliegt. Wat? Krijgen we nu? Oh my god! Kun je hier komen, zombie? Zullen we er naartoe gaan? Ik ga er naartoe. Waarom vliegt die zombie? Ik begrijp het niet. Zombie? Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god, ik weet wat het is. Oh, dit zijn random mobs die spawnen. Oh my god. Oh my, ik ben gewidderd. Ik was gewidderd. Is hij weg? Is hij weg? Oh, hij is naar binnen. Oké. Ja, jongens. Ja. Ik wil even terug naar shoppen. Ik wil eten kopen. Ja, ik weet niet hoeveel dat allemaal kostte. Maar... Hopelijk kunnen wij nu nog de... shop inkomen. Zonder dat wij gedood worden door een vliegende zombie. Dus Oké, ik zie hem niet meer. Shit, ik kan hier niet inkomen, dus ik moet hierheen. Oké, ik kan die jump maken. Oh god, ik zie hem daar vliegen. We gaan dus deze kant op. Ik heb eerst nog eens regen. En volgens mij, als het $100 kost, dan kunnen wij... eten kopen. En anders moeten wij zelf dieren zoeken om te doden. $150. Ik kan brood kopen. Oké. Ik moet even kijken. Mijn geld moet even gereset worden. Dus ik moet eventjes... dan moet ik even op hier worden. Ik ga even de server vragen of ze mij mijn standaard geldbedrag kunnen geven. En dan kom ik bij jullie terug. En ik ben terug. Als we nou naar slash money gaan. Dan kunnen we $100 hebben. En dus wij kunnen 16 brood kopen. Dat gaan we dus doen. We hebben 16 brood. We kunnen nog geen vlees en zo kopen, helaas.
Dus met dit eerst moeten we het even doen. We hebben dus nu helemaal geen geld meer. Dat is hetgene waar we dus nu naar moeten kijken. En wij moeten teruggaan en hopen dat we niet die zombie tegenkomen, die vliegende zombie. Voor degene die niet weet wat een vliegende zombie is, er is een plugin, gaan het is wereld, die random van dat soort monsters bij jou in de buurt spawnt. Die monsters zijn gevaarlijk. Ja, die zijn niet zomaar gevaarlijk, die zijn gewoon gevaarlijker dan normaal. Dat kunnen van allerlei soorten monsters zijn, zoals ghasts kunnen spawnen volgens mij. Of er zijn wanneer dat ghasts die spawnen nog en dan zijn ze aan het fixen. Zijn wij proberen aan het fixen. Ik zie hier geen zombie. Dus daar ben ik blij mee. Wat gaan we deze aflevering doen? We gaan minen deze aflevering. Proberen een eerste beetje inkomsten te krijgen. Ja, en een beetje armen te maken en zo. Deze aflevering gaat misschien wel langer duren. Misschien een uur of zo. Ik heb geen idee hoe lang deze aflevering duurt. Gewoon, ik wil een eerste lange aflevering. En hierna, aflevering 2, gaat een normale... Kan ik dit breken? Ja. Een normale, de aflevering daarna zullen dan gewoon een normale... aflevering size hebben, of nou maar aflevering tijd hebben van ongeveer een half uur. Dus deze gaat wel langer duren, gewoon omdat onze stad is van Survivalcraft daarom. Oké, we gaan even deze boom omhakken. Dus op weg voor het hout. Kom op, please give me the hout, geef me het hout. Oeh, dat stukje wil voor mij ontsnappen, oké. Ik ga mijn geluid wat hoger zetten. Hoe hoog staat mijn geluid? 33%. Mijn subtitles zijn uit voor 1.9. Die zijn voor iedereen uit. Tenminste, ik ga vanuit dat niemand die gebruikt voor de eerlijkheid van de server. Wat ik ga doen is, ik ga eventjes hier planken van maken. En ik ga wat standaard houten materialen maken. Kijk, zo... Gewoon de basic stuff, hè. Basic stuff, zoals je dat noemt. Maak even een normale pickaxe. Ja, en daar hou ik het bij. Want, crafting bench. Nee, die wil ik wel meenemen. Die wil ik wel meenemen, ja. Hop. Oké, waar gaan we minen? We gaan even deze kant op. Ik weet eigenlijk al, ik heb een mooi plekje gevonden waar ik mijn huis ging bouwen. Oeh, wat is dit? Oh, dat zijn granite blokken. Ik heb hier wat kool. Het is heel mooi om gelijk wat kool te zien. Maar daar wacht ik even mee voor ik mine. Ik ga even het cobblestone. Heb ik eerst het cobblestone nodig. Hier, 1, 2, 3. Dat is een pickaxe. 1, 2, 3 is een axe. En 1, 2 is een zwaard. Oké, dan gaan we even maken nu. Zo, nee. We gaan eens een zwaardje maken. Zodat we onszelf kunnen verdedigen natuurlijk. Dan maken we onszelf een pickaxe en een axe. Zo, en een axe. Oké, nou, dan hebben we dit al allemaal geregeld. Zo, als brood. Oké, wat gaan we nou doen? Hoeveel hout heb ik? Ik wil wat meer hout hebben. Dus ik wil nou even één van deze bomen omhakken. Voordat ik naar beneden ga, voordat we gaan minen. Natuurlijk. Even kijken hoeveel hout hebben we nu in totaal. Oh, dat moet genoeg zijn. Dat moet genoeg zijn. Ik neem een crafting table mee. En wij gaan minen. We kunnen op zoek gaan naar een grot. Dat is denk ik makkelijk dan als ik die nou direct naar beneden ga minen. Kool. Ja, de kool. Ik hoef de kool hier niet gelijk op te minen. Nee, dat is niet nodig. We gaan op zoek naar een grot. Oeh, ik zie daar een grot. Hier zitten koeien en schapen. Die ga ik nog niet meteen door. Nee. Maar ik zie hier wel een grot. Oeh, nog een grot. Oeh, en een boon. Oké. Wat kunnen we hier vinden? Oeh, hier is kool. Oké, je moet uitkijken. Daar zit een skeleton. Daar zit een skeleton. Skeletons zijn dodelijk. Skeletons zijn heel dodelijk. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Wat is... Oh my god, wat was dat? God, ik ga mijn geluid van zacht zetten. Holy flip, dat is goed. Dat is... Wat was dat? Voor mij zat het geluid. Als er dan zo'n... Oké, dat is een heks. Dat is een heks. Ik ben weg hier. Ik ben weg hier. Nope. Nope, dat gaat niet gebeuren. Jongens, voor zover het mijne.
Oh, hier is nog een grot. Oh nee, het is water. Oh, god damn it. Oh, ik ga even zorgen dat het geluid uit wordt gezet. Dat ik dat geluid niet weer hoef te horen. Ik schrok me helemaal de pleuris, jongen. Oh my god. Oké. Zoek dus een nieuwe grot. En ik ben een beetje bang, want ik weet waar het geluid voor staat. Ja, dan wordt er een mob gespawnd, zoals die vliegende zombie die we zagen. Cool, oké. Want ik ga maar meer bomen hakken, want we hebben torches nodig. En waarom hebben we torches nodig? We hebben torches nodig omdat... wij gaan minen en ik ging gamma openstaan. Oftewel, mijn... wat ik net heb gezet, staat op 25% of zo. Dus heb je torches nodig om te zien. Of voor jullie hebben torches nodig om goed te kunnen zien. Dus daarom, we minen dit even allemaal op. Dan gaan we hier wat torches van maken. Oké, en dan gaan we het gaan minen. Gaan we zoeken naar iron. Dat is het eerste waar we op zoek naartoe gaan. Is dit een grot? Oké, okay, niet meer iets met mijn bedoeling om hier gelijk in te vallen. Maar oké okay dan. Oké, okay. Koeien. Koeien zijn altijd leuk of fijn om te zien. Dan weet je dat je veilig bent. Is dit een grot? Ja, het is een grot. Oké. Okay. Ik zie dan niks gevaarlijks. Ik hoor wel een zombie. Oké. Okay. Dus wat zit hier boven? Hier is een uitgang. Oké, okay, dat is nooit om te weten. Ik zie daar koeien. Dus... En ik zie daar een zombie. Oké, okay, zombies. Oké. Okay. Zombies is niet erg. Nee, die kunnen wij aan. Die kunnen wij gewoon aan. Dat is niet... Ik heb geoefend in het PvP in 1.9, dus... Oh, ik kan ze allebei in één keer hitten. Oké. Okay. Rustig, zombies. Rustig. Die komen langzaam allemaal even in aan de beurt. Oké, okay, hij hitte mij. Oké, okay, die is dood. Oh my god, er zijn veel zombies. Oh my god, er zijn veel zombies. Oh my god, het is een armored zombie. Oh no, oh no, oh no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh my god, dit is verschrikkelijk. Dit is verschrikkelijk. Oké. Oké, ik lok ze eruit, oké. Okay. Is dit de armored zombie? Oh my god. Oh my god, oh my god. Ik wacht tot ze doorgaan. Ik blijf hier wachten. Ik blijf staan tot ze doorbranden. Oké. Okay. Die rapid zombie. Oké, okay, wij gaan spawnen. Waar komen wij terecht? Spawn. Wij gaan die kant op. Wij waren die kant op. Wij gaan dus op zoek naar het spul. En die zombie. Waarom? Die zombie. Oké, okay, die is fall overleef ik waarschijnlijk niet. Yes, het waard. Oké. Okay. Dit zijn dus die mobs die ik bedoel. Dit soort mobs spawnen random bij spelers in de buurt. Degene waarom ik nu eerder dit speel dan sommige andere mensen dit gaan spelen. Oeh, zoek ik geen, dat wil ik gelijk. Dat laat ik even staan. Ik heb gezien, daarachter moet het dus echt zijn. De reden waarom ik dit eerder speel, is vanwege dit soort dingen. Ja, zodat wij als server kunnen zien wat er misgaat en wat wij moeten... Oké, okay, voor mij was het daar. Gewoon simpelweg zodat wij kunnen zien wat er allemaal misgaat. En zodat wij... hier was het, ja. Oké, okay, die zombies zijn despawned. Oké, okay, de kust is aardig veilig. Oké, okay, we hebben niks verloren ofzo. Gelukkig, de pickaxe. Ik weet niet of wij dit willen houden. Deze infernal mobs, zoals je die noemt. De reden waarom is omdat ze zijn aardig sterk. Zoals je zag. Erg sterk. Ze doorden mij toen ik het sloeg. Hè, ze raakten mij niet eens en ik ging dood. Daarom zijn ze gevaarlijk. De rest heb ik niet nodig, de rest kan allemaal hier in mijn inventory. Oké. Okay. We gaan dus hier de grot in. En we gaan dus hopen dat we niet nog zo'n zombie tegenkomen. Dat is erg. Dat is heel erg. Oké, okay, dit is de rare kleurtjes. Oh, een spawner. Oh, een spawner.
Oké. Blokken, sand. Oké. Okay. Wat we gaan doen is, ik ga dit deels afblokken, zo. Hou mijn achterkant goed in de gaten. Oké. Okay. Nu. Nu kan... Kom, zombies. Kijk, daar een zombie. Oké, zombies? 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 Kijk, zo kun je zo'n makkelijke manier alle zombies killen. En zo heb je een mooie XP farm. De zombie heeft een iron zwaard. Wat? Waarom heet jij mij niet? Huh, ik heb niet. Ik heb iets te vroeg gezegd. Oké. Okay. Oké, okay, handige XP farm zo. Maar hetgene waar ik het meest naar wil is naar die kist. Oké. Okay. Cool. Cool. Oké. Okay. We gaan even regenen. Ik wil die wotten niet eten. Dat is een nieuwe zombie. Oké, okay, je hebt geen name tag. Dus je hebt een normale zombie. Je bent dood. Oké. Okay. Wat zit in de kist? Oeh, iron. Horse armen. Nice. Oké, okay, alles veilig. Name tag. Nice. Iron ingot. Wheat neem ik mee voor fabriek. Ik neem een emmer mee. Ik neem de Iron Horse armor wel mee. De gunpowder heb ik niet nodig. De spawner laat ik zitten. Ja. Ik ga wel een screenshot maken van deze plek. Ja, van deze spawner. Dus als ik een keer XP nodig heb, dan kan ik hier komen. Kijken. Ik heb geen screenshot gemaakt. Ik druk het verkeerde knopje. Oké. Okay. Die. Oké. Okay. Ik heb wel level 6 uit niets, hè. Uit niets, hè. Zijn we gewoon level 6 gekomen. Oké, okay, het is heel mooi dat hier die spawner zat. Dat is in de spider. En ik miste. Oké. Okay. Oké, okay. Torches. Spinnen. Oké. Okay. Oké, okay, jij bent een normale zombie. Jou kan ik aan. Ik weet dat er een spin achter mij zit. Oké. Okay. Oké, okay. Rustig. Oké. Okay. Dit zijn allemaal normale zombies. Als ik een name tag zie boven een zombie, dan moeten we wegwezen. Dan moeten wij wegwezen. Dat is... Oké. Okay. Holy shit. Regen. Oké. Okay. Ai zo. Dit haat ik zo erg. Oké. Okay. Waarom regen ik niet zo snel? Oh, regen gaat niet zo snel. Oké, okay, spider. Ik zie jou wel. Oké. Okay. Spiders zijn irritant. Spiders zijn zo irritant. En ik had lag. Oh my god, zeg alsjeblieft dat ik geen lag heb. Oké, okay, oké. Okay, rustig jongens. Rustig. Het komt allemaal goed jongens. Goddammit, zit hier met niks in deze cave. Oh my god. Oké. Okay. We hebben 6 iron ingots. Prima. Zou ik zeggen. Ik hoor zombies, maar die zijn niet hier. Ik hoor nog een baby zombie. Oh, baby zombies. Nee, please geef. Please laat geen baby zombies zijn. Wat ik ga doen is, ik ga een iron zwaard maken. Voor het geval dat. We hebben een stone zwaard, ik weet het. Die houden wij. We gaan gewoon wachten tot die kapot is. Ja, dan gaan we het iron zwaard over. Kool, ik heb geen kool nodig. Ik wil iron. Iron. Dat is het belangrijkste nu. Die kant ben ik op geweest. Dus wij gaan deze kant dan maar op. Ik hoor een koe. Dat is een geluid dat ik altijd graag hoor. In caves. Dus we zijn niet heel ver van de ondergrond of van de bovengrond af. Oké. Okay. Ik hoor geen zombies. Is dat een skeleton? Daar zit wel iron. Oké. Okay. Iron.
Ik was. Hallo Spider! Hallo Spider! Oké. Okay. Ik kan gewoon zo slaan. Oké. Okay. Oké. Okay. Hou de boel goed in de gaten. Ik hou de boel goed in de gaten. Oké. Okay. Waarom moeten wij iron hebben? Ten eerste gezegd, we hebben iron nodig om het te gaan verkopen in de shop. Want wij hebben eten nodig. Dat is het belangrijkste. Eten is nu erg en erg en erg en erg belangrijk. Hopelijk is het meer dan 2 eieren. Ja, het is meer dan 2 eieren. Oké. Okay. Maar het op. Ik hoor niks naar me toe lopen. Of kruipen. Dus dat is fijn. Oké, okay, hoeveel eieren is het? 6. Oké, okay, nog niet genoeg. Nog niet genoeg. Nog niet genoeg. Zag ik hier eieren beneden zitten? Een heleboel eieren zitten daar. Maar ik zag een skeleton. En ik weet niet of die nou net despawnen. Ik zie een zombie. En die despawnen net? Dit is ook mijn laatste torch, jongens. Ik kan nieuwe maken. Dus dat is op dit moment geen probleem. Oké. Okay. Alles ziet er nog veilig uit. Alles ziet er nog goed uit. Holy shit, dit is een uitdaging voor mij. Dit is lastiger dan... normaal survivalen. In 1.9 is het echt, echt lastig. Dit is geen gold, het is granite of andesite of noem maar op. Dat heeft in mijn textbook dit soort kleuren. Oké. Okay. Hier is een heleboel iron. Ik ben alleen hier voor de iron. Oh my god, zit hier nog een cave naast ook nog? Skeleton! Skeleton! Please, laat het niet meer dood zijn. Kijk naar de iron. Dit is een droom. Oké, okay, oké. Okay. Oké, okay, jongens, dit is een probleem. Oké. Okay. Het water is goed. Het water kunnen wij weg als het nodig is. Oh, dit is zoveel iron. Dit hebben wij nodig. Dit iron hebben wij nodig. Ik ga niet weg zonder al deze iron. Oké, okay, ik zie de skeleton nu. Oh, ik heb maar 2 strings. Ik heb meer strings nodig voor een boog. Hij ziet ons. Hij ziet ons. Hij ziet ons. Hij ziet ons. Ik miste hem. Oké, okay, hij is dood. Oké, okay, we zijn veilig voor nu. Eet. We hebben ook niet veel brood meer, dus we moeten zodra ik slash spawn. Ja. Als we al deze iron hebben, gaan we slash spawn. En gaan wij een rustig plekje zoeken waar wij deze iron gaan smelten. Want we hebben armen nodig. Dat sowieso. Want als een skeleton ons 3-4 keer raakt, dan zijn we dood. Ja. Tegen name tag monsters, ja, kunnen we helaas niks doen. Nee, want die zijn gewoon veel te sterk. Oké. Okay. Deze iron wil ik ook meenemen. Oké, okay, ik heb nu 29 iron. Toch ga ik echt nog wel benieuwd of er nog meer zit. Daar zit meer iron. Oeh, is er ook veel iron. Oh, creeper. Oh, creeper, 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 creeper. Oké, okay, hij is dood. Oké, okay, nice. Niks te zien hier. Ofwel, nope. Oké. Okay. Oh my god, die grote geluid van de baby zombie. Dat is verschrikkelijk geluid. Oké. Okay. 33 iron nu. Oké. Okay. Daar zat nog meer iron. Ik heb het gezien. Ik hoor gewoon. De zombies lopen en die baby zombie. Oh, dat geluid is verschrikkelijk. Eén baby zombie kan als het dood zijn, hè? Die dingen zijn zo snel. Oh, weet je nou ergens dat, hè? Een baby zombie in een name tag. En dan bedoel ik een hele sterke baby zombie. Dat wil ik liever niet tegenkomen.
Holy shit. Oké. Nou weet ik waar de geluiden vandaan komen. Nou weet ik waar ze vandaan komen. Oké. Rustig, hou de achterkant in de gaten. Oké. Hier komen wij sowieso terug. Ik ga nu flash spawn. En hopen dat het geen nacht is. Oké, waar staat de zon? De zon... Ik kan de zon uitstaan, dus ik kan niet zien waar de zon staat. Oké. Wij gaan nu... Ja, een plekje zoeken waar wij eventjes de spul gaan... Gaan minen. Moet ik het risico weer nemen om hier af te springen? Oké, gelukkig. Oké. Maar ik heb wel een mooi plekje gevonden waar ik eventueel mijn huis wil gaan bouwen. Dat heb ik afschrikkelijk gezien toen ik spawn aan het bekijken was. Ik dacht, hé, dat is een mooi plekje. Ik had een idee van hoe ik het wil gaan doen. Ja, want ik wil eigenlijk elke serie een ander soort huis hebben. En voor mij is serie vastzit dat ik in een berg wil bouwen. En die berg moet het zijn. Recht voor mijn neus. Die berg. Daar ga ik mijn huis in bouwen. Oeh, dat is nog een random glasblok in de lucht. Dat moet ook weg worden gehaald. Dus ja. Oké. Er zijn de koeien hier in de buurt. Dat is goed om te weten. Ik moet hier wel de rivier of... Termijn wil ik een brugje bouwen. Maar hier gaan we dus ons huis in bouwen. In deze berg. Wat ik ga doen is dat we daar... Komt mijn ingang het huis in. Dus daar is de vloer zo. Daar komen hier ramen in. Daar ramen. En dan gaan we gewoon in de berg een huis maken. Dat is dus mijn bedoeling. Dus we gaan eens naar de overkant. Van de spawn kunnen wij... Ja, we kunnen van die kant wel naar spawn daarheen gaan. Dat moet niet zo heel lastig zijn. Maar in de spawn komen we zelf wat voor iets lastiger. Kijk, zo moet even helemaal naar boven lopen. Oké, dus hier. Hier gaan we als deur heen maken. Oké. Maar wat we eerst gaan doen is we gaan... heb ik cobblestone? Ja, ik heb wat cobblestone, dus ik kan even een oven maken. Wat we nou voor de rest van deze aflevering gaan doen, is wij gaan even een oven maken. En we gaan onze iron smelten. Oh, sorry. Ik wil niet mijn name tag smelten, nee. Dus iron smelt nu. Dat is zo fijn. En wij gaan dan eventjes van onze laatste broden eten. Helaas. En wat gaan we met de iron doen? Nou, de iron gaan we voor een deel gaan we verkopen. De rest gaan we houden. Ja. Voor de rest ga ik hier een mooie inhaal maken. Want dit was natuurlijk ons huis. Of gaan we het iets hoog maken? We kunnen ook eens een trappetje maken. Iets hoog maken. Oké, dat is de spawn. Ja. Dat is het gespawnd. Ik denk iets hoger mooi zal zijn. Ja, want dan kunnen we een gegeven moment de trap nog verder naar beneden. Ja. Dat gaan we wel doen. Wat we gaan... Hoe gaan we dat doen? Ik moet echt mijn steen vandaan halen. Want ik wil ergens steen hebben. We gaan even... Waar halen we steen vandaan? Hier halen we wat steen vandaan. Aan de achterkant van deze berg. De iron die smelt gewoon door als ik hier ben volgens mij. Dus, oké, hier haal ik even steen vandaan. Oké, wat gaan we doen? We gaan alvast een trapje te opmaken en zo. Dat gaan we doen. Zo. Ja, dan zitten we wat steen vandaan. Dan gaan we een tweede oven maken en gaan we ook steen pakken. Zodat we wat stone bricks kunnen maken. Dan gaan we een trapje van stone bricks naar de bovenkant maken. En dan gaan we in de volgende aflevering gaan we ons huis een beetje uithollen. Ja, want het is misschien eerst wel even belangrijk om... Om simpelweg een plekje te hebben, een huis waar we onze slash home neer kunnen zetten. Niet dat we elke keer terug hoeven naar spawn. Even kijken, we gaan gewoon even helemaal door deze pickers heen branden. Dat zal niet echt lang meer duren. Nee. Dus dat is ook wel kapot gaan de pickers, en dan gaan we terug. En dan gaan we toch wat van ons iron gaan wij een pickers maken. Of gaan wij een iron pickers maken en een zwaardje hebben we al. Op zich kan dit zwaardje weg, maar die heeft een durability van 42. Kan wel weg. Dan hebben we dit zwaard in ieder geval. Het heeft een attack damage van 6. En 1,6 attack speed. Ik heb geen idee wat het is seconde. Sla is het 1,6 seconden wat hij weer omhoog gaat. Ik heb geen idee. Hier is onze oven. Kijk, de aarde is lekker aan het koken. Of aan het smelten eigenlijk. Dus we maken even een tweede. Die zetten we even gelijk gewoon bij op. Dan wachten we. Ga ik even terug. Nee, we gaan eerst even een iron pickaxe maken. Daar heb ik wel even wat sticks voor nodig.
Meer sticks. Ik heb hout genoeg. Dus daarom. Zo, zo, zo. En pick it. We gaan even dus wachten. We gaan deze 49 cobblestone maken. Even een stack van. En dan gaan we dat in de oven doen. We hebben ook meer kool nodig. Ik weet dat er achter wat kool zit. Dus misschien moeten we erachter even wat kool gaan hakken. Ik denk dat dat het meest noodzakelijk is nu. Oké, zit hier echt kool? Wat is mijn zwaard? Die ik straks heb neergegooid. Oh, zit die kool. Oké, nice. Dit was mijn cobblestone hok. Dat is soms een hele grote ruimte voor waar ik alle cobblestone weg heb gehaald. We gaan nu een stack aan cobblestone maken. Of hakken, zodat wij een stack hebben. En dan gaan we dan in de oven doen en maken we steen van. Nee, we hebben nog geen silk touch pickers. Oké, okay, nog meer dan een stack. Oké, ik wil niet mijn zwaard nog een keer oppakken. Ik wil ook niet van deze berg vallen. Okay, hier is wat. Hoe is er nog een kleine grot? Oeh, er zit hier een grot. Hoe zit lava? Oeh, wat is dat? Dat is een baby zombie. En daar blijf ik buiten de buurt. Want die zijn gemeen. Hier zit wat kool. Dat kunnen we even gebruiken. Daar aan de overkant zag ik ook kool zitten. Ja, dus dat nemen we ook gelijk even mee. Als hier niet genoeg zit. Maar is dit genoeg of kool is dit? 8 stuks. Ah, dat is genoeg voor nu. Voor nu is het wel genoeg. Ja. We gaan even naar boven. We gaan niet naar beneden. We gaan niet naar de baby zombie. Nope. Nope. Dat gaat niet gebeuren. Ik heb geen zin om door te gaan. Ik ben al één keer door te gaan. Je staat hier niet bij. Nee, want de server is niet gereset. Dus dat alle keer dat ik door ben gegaan, is een Island Survivor er ook nog bij staan. En dat is aardig veel. We stoppen de kool hierin. En de cobblestone. Dus dat laten we even braden. 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 Wat zeg ik toch allemaal? Braden. Oh my god. Wat kunnen we doen ondertussen? Ik moet even wachten. Kijk, mijn bedoeling was dat wij hier een trapje maken. Zo. Die gaat zo omhoog. Ja, zo omhoog. En gaat hier gaat het daar ongeveer de grot in. Of de... Hier staat mijn deur. En dan gaan we dat helemaal uithakken. Gaan we helemaal vlak maken. Gaan we ramen erin zetten. Aan de buitenkant. Zodat we een mooi uitzicht hier over de vlaktes hebben. En spawn. Ja, ik wil dicht bij de buurt bij spawn wonen. Dat is eigenlijk het beste. Want je bent een loopafstand van spawn. Dus mensen kunnen ook makkelijker je huis vinden. Van spawn. Ik zal niet alleen zijn op de server, by the way. Toen komt er één andere YouTuber die op de server joint. Ben jij YouTuber en kijk je de serie en wil je ook graag joinen? Dan kan dat. Laat in de comments achter en dan neem ik contact met je op. En dan gaan we bespreken of dat mogelijk is of niet. Dus dat kan. Wat ik ook wil doen is, ik wil eventjes een chest maken. Ja, want ik heb een aardig wat zeldzame dingetjes bij mij. Nou, mijn name tag, een zadel, een music disc, C418. Ik heb geen idee wat het is. En twee Iron Horse Arms. Misschien kan ik hem iemand gaan verkopen. Maar ik denk niet dat het zin heeft. We kunnen ze niet gaan verkopen in de shop. De shop is kleiner. Nou, vergeleken dan de twee voorgaande survival seizoenen van mij. Daar heb ik extra voor gekozen. Want ik vind niet dat je voor alles naar de shop kan gaan. Nee, er zijn een paar basis dingen. Eten. Mining dingen om te verkopen. En een paar dingen die je niet kan. Die moeilijk te krijgen zijn. Die kun je dan wel kopen. Hoe zit het met onze stone? Dat gaat lekker door. Oké, okay, ik wacht even tot die twee iron klaar zijn. Dan gaan we slash spawn en dan gaan wij naar daartoe. Is er gisteren warm shop? Nee, dan moet ik ook eventjes gaan noteren. Dat het niet is. Maar slash, nee, ik denk niet nodig. Dat loop je maar een stukje van de spawn. Dat is niet zo erg. Oké, alles is klaar. We hebben 41 iron. Hoeveel iron willen we zelf houden? Ik denk dat we 20 iron gaan verkopen. 20 verkopen, 21 iron houden we zelf. 20 iron levert ons $400 op. Als ik goed heb uitgerekend. Dus wat ik wil gaan doen is, ik ga hier eventjes set home. Max home. Oh my god. Tell home. Oké. Ik ga even kijken wat er aan de hand is met mijn home. Want ik kan geen home zetten. Dus ik ga naar de surf doen. Vragen wat het probleem is en dan kom ik weer terug. En ik ben weer terug. Mijn home is hier gezet. Dus als ik nou hier doe en dit is slash home. Dan kom ik dus hier terecht. En dan komt daar vuurwerk omdat ik daar weggeteleporteerd ben. Mijn probleem is wel, ik heb meerdere homes staan. Op deze wereld. En die
kunnen niet verwijderd worden op een of andere manier. En je mag maar één home hebben. Dat is een beetje het probleem. Dus als ik straks een nieuwe home wil hebben in mijn huis, dan moet ik dat weer vragen of de server dat even kan doen. Dat is het probleem. Maar wij gaan even naar slash spawn nu. En tot is nacht. We hoeven eigenlijk geen bang te zijn dat hier monsters spawnen in spawn, want dat gebeurt niet. Wij gaan naar de shop. En wij gaan de item verkopen. Wat gaan we kopen van deze van het geld dat we krijgen? In principe wat vlees. Dat ten eerste. Want we hebben alleen nog 5 brood over en daar gaan we niet van overleven. Dus dat is moeilijk voor ons. Even kijken. Iron zit helemaal aan deze kant. We kunnen dus iron verkopen voor $20 per stuk. Dus dat gaan we doen. Dus we gaan gewoon even helemaal doorheen. Lalalala. Kijk eens hoeveel geld we allemaal binnenkrijgen. Heel mooi. En oké, okay, en als we nou naar money gaan, hebben wij dus $400. Nice. We kunnen 1 diamond kopen. Dat gaan we niet doen. Vlees. $16 voor $150. Prima. We hebben dus al vlees gekocht. Wat is hier nog meer? Sugarcane, wheat. Ik heb een wattel, maar die kan niet verkopen. Nou, oké, okay. 6 home. Ik ga wat torches buiten mijn huis zetten, want ik heb geen zin om hier, dat hij iets gaat spawnen. Dat ding ziet er echt raar uit. Dat moet even weggehaald worden. Hoe zit het met mijn steen? Dat gaat ook aardig. Dat ziet ook aardig goed uit. Wat ga ik doen? Ik ga hier stone bricks van maken. Zo. En dan gaan we eventjes wat trappen maken. Ik denk zo'n 3 stuks om weer te beginnen. Ja. Nog eentje meer. Zo. Oké, voor de rest heb ik alleen maar nog wat cobblestone over. Dus we gaan. Oké. We gaan beginnen met hier maken van een trap. Oké, hier zo beginnen we daarmee. Zo, en dan gaan we nog eentje omhoog. Ik heb dat cobblestone niet. Cobblestone kunnen we nog gaan vervangen. Voor later voor stone bricks. Dat maakt niet uit. Ik heb nou wat stone bricks. Dus die ga ik ook even daarvoor gebruiken nu. Maar de cobblestone gaan we langzaam wel veranderen. En er is hier een zombie. Ik heb ook geen bed. Zombie, please. Leave me alone. Oké, hij zit. Wat dropt hij? Vlees. Zombie vlees. Nice. Nice. Ik heb geen villages om daarmee te ruilen. Die komen wil ik het termijn wel hebben. Maar duurt nog wel eventjes. Nog zo weer en zo. En dan wil ik hier nog 2 hebben en dan. En dan komt hier onze ingang, denk ik. Denk ik. Ja, denk ik. Even kijken, hoe lijkt het van die kant er zo uit te zien? Dat ziet best wel mooi uit. Dat stap helemaal naar beneden maken, dan lijkt het best wel mooi, denk ik. Ja? Oké. Maar niet slecht. Niet slecht. Nee, wat we hier wel, dit gaan we dan dichtmaken met zand of steen of zo. Ik weet niet. Dat is een beetje lelijk. Dus dit is ons plekje zo. Nou, dit halen we ook even weg. Ja, nou de stenen hier moet ook nog weg. En dat dan ook stone bricks. Maar niet slecht. Ik heb wat dirt. Nee, is het dirt? Dit is dirt. Ik ga dit even dichtmaken met dirt. Zo, nou, dat ziet er ietsjes beter uit dan. Hoe zit het met ons? Ik heb nog wat meer steen over. We hebben ook al 10 levels, dus we kunnen ook wat gaan enchanten als we wat diamonds vinden natuurlijk. Ik heb mijn stone bricks. Kan ik hier eventjes dit gat vullen. Oké. Okay. Ik had niet mijn bedoeling om eraf te vallen. Nee. Misschien wat schapen opvetten. Daar ga ik niet heen nu. Nope, dat gaat niet gebeuren. En daar is een skeleton. Please skeleton, wil me alsjeblieft met rust laten. Echt, ik smeek het u. Waar gaan we onze deur maken? Hier aan die kant. Ik denk deze kant. Hier onze deur gaan maken. Hier komt onze deur in. We kunnen hier, wat kunnen we hier maken? Misschien kunnen we hier wat mooie bloemen inzetten ofzo. Of 2 van die grote bloemen. Of zo'n soort bloembak met bloemen. Maar ik weet niet. Die skeleton is een beetje ver weg, dus dat gaat goed.
Wat gaan we nou doen? We gaan dus een stukje uithakken. Oeh, er zit kool in. Dat is ook mooi. En we gaan even... Kijk, we gaan uithakken dat we hier zijn. En dan gaan we natuurlijk hier zo ver deze kant op. Zo, en zo gaan we langzaam ons huis uithakken. Dat doen we nog niet helemaal nu. Nee, maar dat is ongeveer wat we gaan doen de volgende aflevering. Dus even kijken, hoe ziet dat eruit als we langzaam zo verder gaan? Dat ziet best wel mooi uit. Kijk, als we doorgaan, dan wordt allemaal glas hier zo omheen. Zo. Dat ziet best mooi uit hoor. Ja, dus dit is het einde van deze allereerste aflevering van Minecraft Island Survival. Van Minecraft Survival Craft. Island Survival. Vond je deze aflevering leuk? Laat natuurlijk een like achter. En ben je enthousiast over deze nieuwe serie? Laat er natuurlijk ook een like achter. Abonneer als je nieuw bent. En hopelijk zie ik jullie allemaal in de volgende aflevering van Survival Craft.